Ik wil met jullie een stukje lezen uit de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze, uit hoofdstuk 3 en vanaf vers 14. En dan zegt hij: om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw hart de woning maken, geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht welke in ons werkt, bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Nou, het bijzondere van het gedeelte vind ik dat Paulus schrijft: om die reden buig ik mijn knieën. En dan is de vraag natuurlijk: om welke reden buigt hij zijn knieën? Nou, dat staat ervoor. De gemeente die maakt zich druk dat Paulus vanwege het evangelie in de gevangenis zit. En dat raakt hem. Het raakt hem nog ineens dat hij zelf in de gevangenis zit, maar dat anderen bezorgd zijn over zijn gevangenschap. En dan zegt hij in vers 13... ik verzoek u met aandrang de moed niet op te geven bij mijn verdrukkingen om uwentwil, want die zijn een eer voor u. Met andere woorden, Paulus die voelt dat de gemeente de moed aan het verliezen is. En toen dacht ik, waar komt dat ook vaak in ons leven voor? Hè? Persoonlijk, in je bediening, in je organisatie, dat dingen zo tegenzitten dat je bijna de moed zou gaan verliezen om door te gaan. Dat je met diezelfde enthousiasme, zelfde vreugde de dingen doet die je aan het doen bent. En dan zegt Paulus, en dat is de reden waarom ik mijn knieën buig. Maar hij buigt die voor de Vader. En ik denk dat als de oudste, want die zal de brief hebben ontvangen, toen ze dit lazen, dat er een herinnering in hun gedachten terugkwam. Want Paulus heeft de gemeente in Efeze op de derde zendingsreis heeft hij die ontmoet. En toen is hij rondgereisd daarna. Hij is er een poos gebleven, maar toen is hij rondgereisd. Hij ging terug naar Antiochië. En terwijl hij in Milete was, wilde hij toch nog een keer de oudste van Efeze ontmoeten. En dan stuurt hij mensen van Milete, die stuurt hij naar Efeze. En de oudste die komen, en dan geeft hij hun opdrachten. Hij zegt, zie toe op jezelf, zie toe op de kudde, wees waakzaam, want er komen moeilijkere tijden. Maar dan gebeurt er iets heel bijzonders, dat als Paulus met hun gesproken had, dan staat er dit. En toen hij dit gezegd had, toen hij de oudste geïnstrueerd had, en toen hij dit gezegd had, boog hij de knieën en heeft met alle gebeden. Dus hier lezen ze in die brief, om die reden buig ik mijn knieën. En toen moeten ze gedacht hebben, en dat doet hij. En dat doet hij. Hoe vaak hebben wij tegen iemand gezegd, ik zal voor je bidden. Herinneren mensen ons dan ook als personen die dat ook doen? Of zijn we van die mensen, nee, ik zal voor je bidden. En 3 minuten later zijn we al zo met andere dingen bezig dat we totaal vergeten zijn om voor die mensen te bidden. Maar hun lazen dit, om die reden buig ik mijn knieën. Ja, maar dat doet hij. Dat is Paulus. Want er staat hier, en toen hij dit gezegd had, boog hij de knieën en heeft hij met alle gebeden, en ze barsten alle in groot geween uit en vielen Paulus om de hals en kusten hem herhaaldelijk, het meest bedroefd over het woord dat hij gesproken had, dat ze zijn aangezicht niet meer zouden zien. Dus er was een enorme verbondenheid en ze wisten, hij gaat terug naar Jeruzalem. Hij had gezegd, ik kom daar niet meer vandaan, ik zal gevangen genomen worden. En dus er was een hechte gemeenschap. En dan gaat Paulus bidden. Nou, de reden is dat
de gemeente waarschijnlijk de moed verliest. Ze weten, hij is een bidder. Maar wat gaat hij dan bidden? En dan is het zo mooi, hij bidt niet of de verdrukking mag weggenomen worden, of ze meer moed krijgen, of dat de omstandigheden veranderen. Dan bidt hij het volgende en hij gebruikt 3 keer het woordje opdat. Ik bid, zodat. De eerste is, ik bid opdat hij, de Heere, u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. En dan denk ik, dat is mooi. Paulus heeft niet de omstandigheden op het oog. Hij heeft de broeders en zusters in de omstandigheden op het oog. En hij zegt, ik bid tot de Vader, zodat jullie inwendig gesterkt worden. En hij is daar niet zuinig mee, want hij zegt hier ook dat jullie gesterkt worden, hier, naar de rijkdom van Gods heerlijkheid. Dat is een heerlijkheid die is onuitputtelijk. Dat is een heerlijkheid die alle verstand te boven gaat. Dat is een heerlijkheid die jouw vreugde en blijdschap en kracht kan geven, terwijl alles om je heen niet verandert. Dat is het eerste wat hij bidt. Dan het tweede. Opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Ja, zeg je misschien, maar wij zijn toch een tempel van de Heilige Geest? De Geest die woont toch in ons? Dus wat wordt dan bedoeld opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken? Nou, het woordje woning maken hier in het Grieks betekent permanente woonverblijf hebben. Met andere woorden, zijn gebed is niet dat Christus logeert, dat Christus op visite bij je komt, maar dat Christus werkelijk woning maakt. Dat hij mag doen zoals hij denkt dat goed is in de woning waar hij aanwezig is. En dat bidt hij. En dan zegt hij, geworteld en gegrond in de liefde. Met andere woorden, er zijn 2 dingen. Gewortelen, dat is die persoonlijke relatie met God. Dat doe je in je persoonlijke relatie. Want als jij een boom plant, dan zie jij niet wat er onder de grond gebeurt. Maar door wat er onder de grond gebeurt, geeft ze vrucht boven de grond. En Paulus bidt dat wortelen door mag gaan. Dat je diepe relatie met God sterker mag worden. Waardoor de liefde zichtbaar wordt. Dat het gegrond is, gefundeerd is in hem. En dan zegt hij, dan zul je samen met alle heiligen. In het christendom is geen ruimte voor individualisme. Dat gaat tegen de Bijbel in. We vormen samen dat lichaam. We vormen samen de gelovigen, de gemeente. En samen met alle heiligen zullen we in staat zijn te vatten. En dan geeft hij eigenlijk aan dat het niet te meten is, hoe groot de breedte, lengte, hoogte en diepte is. Eigenlijk zegt hij, het is zo groot, ik weet niet hoe ik het aan moet duiden. Maar als je daar samen met elkaar vanuit gaat leven, op zoek naar gaan, dan ga je het in en door elkaar, ga je dat leren kennen. Dan ga je dat aanvullen. En dan zegt hij, de derde opdat gij vervuld wordt tot de volheid Gods. Wij vervuld worden met de volheid van God. Nou, de volheid van God is in Christus. Dat leert Colossense 2. De volheid van God is in Christus. En daarom kan Christus ook zeggen, ik en de Vader zijn één. Ik ben de afdruk van zijn wezen. En dan zegt Colossense ook, maar gij die gelooft, zijt volmaakt geworden in hem. Moet je eens over nadenken. Dat je volmaakt bent in Christus. Hoef je niks meer aan toe te voegen. Dat is omdat hij het voor jou volbracht hebt. Dat is de genade van God. En Paulus bidt drie dingen. 1, omdat je met die heerlijkheid gesterkt wordt. 2, omdat Christus woning maakt in je hart. En 3, omdat je vervuld zou worden tot die volle volheid van God.
Nou, dan zou je haast denken, ja, dat kan toch niet? Hoe moet dat? Nou, dan zegt Paulus, dat zal ik je uitleggen. Dan zegt hij in vers 20, hem nu. Hem nu. Hij zegt, niet jij moet jij je best gaan doen. Hij zegt, hem nu, die blijkens de kracht welke in ons werkt. En welke kracht is dat? De kracht van de Heilige Geest. Die in ons werkt, hij nu, is bij machten oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Dus onze gebeden schieten altijd tekort. Onze verwachtingen schieten altijd tekort, want God kan veel meer doen dan wij denken. En wat voor situatie je persoonlijk verkeert, in wat voor situatie je als organisatie verkeert, weet je, God kan veel meer doen dan jij maar bidt of beseft. En Paulus zegt, geef de moed niet op. Geef de moed niet op. Maar onthoud wie je bent in God en dat hij jou gebruikt en dat hij alle eer gaat krijgen. Want dat zegt hij in het laatste vers. Hij zegt, hem zij de heerlijkheid. Niet van, dat hebben we weer voor elkaar, hè? Het is ons weer gelukt. Nee, Paulus zegt, het is hij die die krachten in jou werkt. Het is hij die jou dat allemaal geeft. En daarom eindigt hij met hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus. En ik zou bijna toevoegen, en in ieder van ons, tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dan zegt hij, amen. En dat betekent, het zij zo. Maar nou moeten we het toepassen in ons leven. Een gebed dat de mens verandert. En het is voor mij een bemoediging als ik bid voor mensen. Ik heb zo vaak dat de omstandigheden voor mijn kinderen maar beter worden. Maar ik heb weer geleerd, nou, mijn kinderen moeten leren in omstandigheden vast te houden aan de keuzes die ze maken in overeenstemming met Gods woord. Dat ze gesterkt worden door het geloof, dat ze daarin kunnen volharden. En niet alleen voor mijn kinderen, voor mezelf, voor iedereen. Een gebed van innerlijke verandering. En dat was de reden waarom Paulus zijn knieën boog. Amen.